Bij veel van mijn cursisten bespeur ik toch altijd die spanning, dat kriebeltje, de sensatie van het moment om je hond los te klikken en daadwerkelijk alle tijd van trainen, alle momenten van oefening te gaan toetsen. En een beetje spanning en sensatie daarin is natuurlijk prima, maar in principe is de Perfect Recall wel bedoeld om een zo goed mogelijk gedegen plan in kleine gefaseerde stappen op te bouwen, zodat je vanuit daar ook echt kan gaan vertrouwen op dat losklikmoment, dat het gewoon allemaal goed komt. Want dat heb je allemaal getest. Je hebt kleine stapjes genomen. Je hebt je hond bepaalde dingen gefaseerd aangeleerd. Je hebt 22 spellen en oefeningen in je rugzak die je kan toepassen op het moment dat je denkt, oeh, nu wil ik echt dat die komt. Er zit heel veel conditionering in. Je bent alleen maar voor succes gegaan. Dus het moment dat je hond losklikt en je bent bang dat je hem kwijtraakt, heb je daarmee voor een heel groot deel ondervangen. Ga je dat nu gewoon lukraak doen zonder training en oefening? Ja, dan kan ik me voorstellen dat het voor jou te angstig, te spannend, te eng is om te doen. Dat zou ik zelf ook hebben. Maar gelukkig zijn er gewoon supergoeie trainingsplannen voor te maken. Ook voor jouw hond, ook voor jouw hond zijn uitdagingen, ook voor jouw hond zijn afleidingen. Kan je daar gewoon mee aan de slag? In principe is het een kriebeltje hebben op het moment dat je dan zover bent om de hond los te klikken, helemaal prima. Vandaar dat ik ook vaker aanraad om dat in eerste instantie in een omheind gebied te doen. Denk aan een snuffeltuin of aan een stukje bos wat je kan huren wat omheind is, zodat letterlijk die handeling al minder spannend is en je op een veilige manier daarmee kan oefenen. Dus iedere keer weer kan teruggrijpen naar dit hebben we geoefend en dat hebben we geoefend. Je gaat eigenlijk in je training de hele tijd paadjes aan elkaar koppelen tot het moment van losklikken. En even heel cru gezegd, als je echt zo bang bent om je hond kwijt te raken als je hem losklikt, dan heb je dus heel weinig nog van je hond gezien. Dan heb je nog heel weinig gewandeld met succeservaringen als zijnde dat de lijn er vanaf is. Dus je kan met je hond aan de lijn wandelen en doen alsof die niet aan de lijn zit. Als je dat allemaal nog niet hebt gedaan, ja, dan is het doodeng om los te klikken en maar te hopen hoe het zal gaan. Dat is gewoon een heel slecht idee. Maar je kan jezelf daar dus op voorbereiden. En juist in die voorbereiding en naar die weg ernaartoe, om dat allemaal wat minder eng te vinden, om vol vertrouwen je hond los te kunnen klikken, daar help ik mensen en honden bij. En daarbij wil ik jou natuurlijk ook met liefde en plezier helpen. Er zitten twee lagen in het stukje ik ben bang dat ik mijn hond kwijtraak. Eén is, ik ben gewoon bang om mijn hond kwijt te raken. Ik denk dat we die angst allemaal hebben. Ik ben natuurlijk Kono verloren. Nou, dat is gewoon een nachtmerrie die dan uitkomt. Maar we hebben ook een soort van zekerheid dat we onze honden gaan overleven. Althans, dat is wel het idee. Dat zal niet voor iedereen zo gelden, maar over het algemeen zullen we onze hond overleven. Dus het is ook een vaststaand feit dat we onze hond vroeg of laat gaan kwijtraken. Maar het feit dat we hem dan kwijtraken door ons onverantwoordelijke gedrag om de hond los te klikken, ja, kan je daarmee leven? En dan komt heel erg schuld en schaamte om de hoek. En als jij niet met het schuldgevoel kan leven dat jouw hond de hort op zou gaan op het moment dat je hem losklikt, ja, dan zou ik hem gewoon nog niet losklikken. Want jij moet daarna wel met jezelf door een deur kunnen. En je hebt wegrennerige honden en minder wegrennerige honden. Er zit een beetje in een ras, maar ook individuele verschillen. Maar goed, je kan gewoon wel stappen gaan maken in het vertrouwen ontwikkelen. Dat je vol vertrouwen losklikt en gewoon weet, als ik dit doe, is hij bij mij terug. Alleen daar zal je wel effort in moeten steken. Daar zal je in moeten oefenen. Daar zal je training tegenaan moeten gooien. En dat is wat we precies met de Perfect Recall cursus gaan doen. We gaan jou het vertrouwen geven dat losklikken gefaseerd kan, dat dat niet ineens hoeft. Ik ga je leren tot wanneer het voor jou nog oké is om door te oefenen met je eigen spanningsniveau, wat je hond aan kan. En daar ga je gewoon een heel trainingsplan op maken, zelf in begeleiding met mij. En daar ga je aan houden. En als het de dag daar dan komt dat jij je hond wil losklikken, is het niet omdat je dat bedacht hebt met je hoofd, maar omdat je gewoon bepaalde dingen hebt gezien van je hond waarvan je weet, nou, hij kan nu gewoon prima los. Het enige grote verschil met een omheind gebied in plaats van het echte natuur, is dat in een omheind gebied vaak best wel voorspelbare geuren zitten. Heel veel hondengeur zit daar vaak in. Tenminste, als het verhuurd wordt voor honden. En in de open landerij heb je natuurlijk meer met wild te maken. Dus dat is wel echt een heel groot verschil. Maar daarom oefen je in de landerijen, en in de natuur en in de bossen met de lijn op de grond. In ieder geval in de gebieden waar het mag, in plaats van dat je meteen losklikt, zeg maar. Daarbij het losklikken als een speer dan wegrennen, dat halen we er ook helemaal vanaf. Daar zitten gewoon oefeningen voor in de Perfect Recall cursus, waarbij je
leert dat losklikken nog andere dingen betekent. Eerst contact met jou, of eerst even snuffelen, of eerst even dit. Waardoor je dat losklikmoment, dat je hond niet verandert in een of andere raket. Maar dat hij daarin gewoon heel rustig met jou mee blijft opwandelen. Wat je hem dus aangeleind al leert. Vervolgens heb je geoefend met afleidingen, ook allemaal in principe in eerste instantie aan de lijn. En vanuit daar gaan we pas nadenken of jij gaat losklikken of niet. En stel nou dat je echt zo bang bent om je hond kwijt te raken, je vindt het zo eng om hem los te klikken. Misschien ga jij dan wel helemaal nooit je hond losklikken. Dat is aan jou, hè? Jij moet niks doen wat voor jou te spannend, te moeilijk, te ingewikkeld voelt. En dat is ook wat altijd wel wat ik als een rode draad overal doorheen laat gaan. Jij bepaalt het ritme, jij bepaalt het tempo, jij bepaalt wat jij doet met je hond. En niemand, maar dan ook echt niemand, hoeft dat jou te vertellen. Je kan teachers aannemen, je kan begeleiding kopen of vragen. En dat volg jij op tot het punt dat het voor jou niet meer klopt. En dan doe jij weer je eigen ding. Of je gaat vragen van, hey, het klopt niet voor mij. Kan je mij vertellen waarom we dat aan het doen zijn? En zou het ook op een andere manier kunnen? En juist in dat stukje communicatieskills naar begeleider van jou als eigenaar, maar ook van jou als eigenaar naar hond. Ja, daar zit gewoon een hele mooie leercurve voor je persoonlijke ontwikkeling. Maar ook een stukje in de ontwikkeling en de band naar je hond toe. En dat is wat we in de kern gewoon allemaal willen. Een fijne relatie, een fijne band, een gezonde hond. Waarbij we op een fijne manier kunnen samenleven. Dat is in the end waar we het allemaal voor doen. En ja, angst is gewoon een slechte raadgever. Dus op het moment dat je angst voelt, beslis niks, doe even niks. Totdat je weer naar vertrouwen kan bewegen, naar rust en ontspanning. En dat is pas weer het punt dat je kan gaan nadenken over losklikken. Dus als jij bang bent om je hond kwijt te raken, als je hem losklikt, als dat nu nog zo op de voorgrond staat, zo jouw angst is, ga je dus nu niet losklikken. Je gaat eerst ander werk doen. En kijk eens naar mijn Perfect Recall cursus of dat misschien iets voor jou is. Ik zou het heel leuk vinden om jou en je hond daarbij te mogen helpen.